Hey, tof dat je kijkt naar de laatste aflevering van Portret van. We hebben het beste voor het laatste bewaard, namelijk een van onze beste speelsters. 3 Interland heeft ze al op haar naam, Samantha van Diemen. Sam kwam ter wereld in Leiden. Nadat ze had leren kruipen en lopen, begon ze al snel met voetballen bij UVS. Dankzij haar grote talent speelde ze voor CTO Amsterdam. Via het talententeam van Ajax werd ze daar speelster van het eerste elftal. Maar in 2021 maakte ze de transfer naar Feyenoord, waar ze het uitstekend doet. Met onder andere haar debuut in Oranje als beloning. Nou Sam, last but not least. Heb je er zin in? Ja, tuurlijk. Ja? Keek je er ook een beetje naar uit of meer tegenop omdat je alle andere items hebt gezien? Nee, ik keek heel erg naar uit. Leuke aflevering. Dus, ja. Wat is je favoriet? Ik denk toch wel de skeltermetjes. Ja, dat zag er wel leuk uit, hè? Dat was ook echt wel heel vet om te doen. Ja. Is ook een van je besties uit het team natuurlijk. Hoe is dat ontstaan? Nou, we kennen elkaar al super lang en we hebben natuurlijk een beetje dezelfde route qua clubs afgelegd. Dus dan bouwen we wel een band met elkaar op. Ja, precies. Zij is wel een van de speelsters ook die liet weten. Nou, die Sam die moet je echt even hebben, want die heeft zulke leuke verhalen. Ja, je bent ook wel een van de spraakmakende meiden uit het team. Altijd wel degene die een beetje de sfeer zet. Hoe ervaar je dat zelf? Ik vind het gewoon leuk als iedereen het naar zijn zin heeft. Dus ik probeer altijd wel een beetje gezelligheid en inderdaad wat sfeer aan de kleedkamer te brengen. Ja. Dus, nee, ik vind het leuk als iedereen een beetje kan lachen. Dus, Dat is ook belangrijk natuurlijk, naast al het serieuze. En neem je dat ook mee het veld op bij de trainingen? Nou, ik probeer altijd wel op de momenten dat het natuurlijk kan tijdens de training ook wat grapjes te maken. Maar, maar op de training moet je natuurlijk ook gewoon serieus zijn, dus dat is ook belangrijk. Hoe hou je die balans? Nou, soms moet de trainer ons daar wel een beetje in corrigeren, maar het gaat steeds beter. Gelukkig. Ja, want je moet natuurlijk ook zorgen dat je wel elke wedstrijd opgesteld blijft staan. Dat je het wel in de training ook laat zien. Tot nu toe heb je alle wedstrijden gespeeld. Hoe heb je ervoor gezorgd dat je altijd opgesteld werd? Ik denk gewoon op de trainingen altijd je best blijven doen natuurlijk. Iedereen moet zich iedere week weer opnieuw bewijzen om in de basis te staan. Ja. Dus de trainingen zijn wel het moment om dat te doen. Ja, precies. Kan je wat vertellen over de weg die je hebt afgelegd naar Feyenoord toe? Ik ben toen ik 4 jaar oud was begonnen bij UVS in Leiden. Daar heb ik gespeeld tot ik 15 was. Toen heb ik de overstap gemaakt naar CTO Amsterdam. Ja. En eigenlijk na anderhalf seizoen ben ik overgegaan naar Ajax. Heb ik daar 3 seizoenen gespeeld en toen ben ik naar Feyenoord gegaan. En wat was jouw keuze om uiteindelijk naar Feyenoord de overstap te maken? Wat was belangrijk voor jou? Ik vond het heel belangrijk dat ik wat meer op centrale positie zou spelen. En verder, ik wou gewoon meer minuten maken. Ja. Vaker opgesteld worden en ik denk dat dat goed heeft uitgepakt. Dat is goed gelukt en daardoor mocht je ook in Oranje je debuut maken. Ja, dat is inderdaad wat er mooi bij is gekomen. En ik hoop dat natuurlijk ook steeds vaker te doen. Ja, tot nu toe 3 Interlands. Wat was het vetste? Ja, ik denk toch wel je debuut. Het kwam voor mij zo onverwachts. Ik wist natuurlijk, ik speelde bij Jong Oranje, dus ik wist dat ik er wel tegenaan zat. Maar dat die stap al zo snel zou komen, dat had ik niet verwacht. Nee, terwijl jij best wel een hoge lat voor jezelf hebt in deze carrière. Je wil echt de top bereiken, je doet er ook alles voor. En toch kwam het onverwachts. Ja, precies. Nee, je werkt naar iets toe en je weet dat je er dichtbij zit. Maar zo kan je maar zien dat het soms ook opeens heel snel kan gaan. Ja. En toch ook wel belangrijk om bescheiden te blijven, denk ik. En niet er al van uit te gaan dat het gebeurt en dan eigenlijk een teleurstelling te krijgen. Ja, precies. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat je altijd weet dat het ook anders kan lopen. En om die teleurstelling voor jezelf zo klein mogelijk te maken. Natuurlijk is het niet leuk als je een keertje niet geselecteerd wordt. Maar je moet toch door blijven gaan. Ja, absoluut. En ben jij een beetje goed in keuzes maken? Ja, wel hoor. Ja? Ja. Oké, mooi. Want we gaan naar het vraagvuur toe. Sam of de ander laten betalen? Sam. Ja, doe je dat altijd? Vaak wel of ik trakteer. Tegen wie uit het team zou jij nog sorry moeten zeggen? Ik denk dan de trainer. Ja, waarom? misschien omdat ik vaak nogal ongepaste grapjes maak. Nou, misschien kan je me aan het einde van het seizoen een bosje bloemen geven. Hoe vaak heb jij op je kop gekregen op Varkenoord? Te vaak. Juice of water? Juice. Alleen het spillen van de juice doe je niet echt. nee, dat blijft privé. Ja, precies. Van Leiden of van Diemen? Vanaf Leiden. Goeie. Stel, Danny Mulder zegt vlak voor de wedstrijd dat je in de spits moet gaan staan. Wat zeg je dan?
Dat zou ik eigenlijk wel leuk vinden. Ja? Ja, ik heb nog niet zoveel gescoord dit seizoen. Dus, Nou, bij deze Danny, als je kijkt, Sam wil graag in de spits. Brussel of Parijs? Parijs. Vanwege de club of vanwege de stad? Beide. Ja, wil je er wel naartoe? Ja, ik vond het wel heel leuk daar, ja. En je bent ook wel een beetje een gangmaker, hè, van team. Ja. Ben je niet bang om tegen vreemde mensen te praten? Nee hoor. Nou, dat komt goed uit, want dat heb je wel nodig in de challenge zometeen. Oké. Okay. Ja, het is tijd voor de finale challenge. Ik heb een goaltje voor je meegenomen en een bal. De tussenstand is 13-9 voor jullie. Wat betekent dat jij 13 pogingen hebt en ik 9 om zoveel mogelijk voorbijgangers te laten scoren. Dus je rolt hem aan of je schiet hem aan. Als ze er overheen stappen is het 0 punten. Schiet ze hem in het goal, dan heb je dus een punt. Oké. Okay. De eindstand is de officiële eindstand van, nou ja, eigenlijk het portret van. Ben je er klaar voor? Ja. Succes. Oh! Oké, cool. Ja, meneer. Meneer. Oh, mijn god. Meneer. Oh. Ja, die telt hoor, die telt. Ja, mevrouw. Oh. Oh. Ja, score, score. Yes. Score. Kun je voor mij scoren alsjeblieft? Ja, wel, wel. Oh. Hey boys. Score. Ja, ja, lekker. Ja, je oké ook. Ja, die zit lekker. Oh, ik moet slim nadenken nu. Mevrouw. Scoren, scoren. Ja, ja. Dankjewel. Oh. Dat was hem, hè. Dat was niet best. Oké, okay, Sam had er dus 5 van de 13. Wat betekent dat ik er minimaal 6 moet halen in 9 pogingen. Wow, yes! Ah! Jammer. Netjes. Yahoo! Netjes. Yes! We hebben gelijk spel. Ja, hoe kan dat nou? Holy moly, ik had niet verwacht dat het zo ging. Ja. Oké, we hebben even conclaaf gehad. En we krijgen allebei nog 2 pogingen. En degene met de meeste, die heeft dan gewonnen. Oké. Succes. Yes. Ik weet nog 1. Oh. Nou, let's go. Yo! Jammer. Nou, hij ging er vol voor, maar niet in het goal. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Zo! Die meneer schoot zo hard dat hij gewoon een winkel invloog. Ook wel een goal, maar niet in het juiste goal. Ja.
Was leuk wel om te doen, hè? Ja, wel spannend nog, hoor. Ja, zeker. Absoluut. Ja. Vond je het leuk? Ja, heel leuk. Nou, je hebt wel de dames de eer gegeven. Ja, heel goed. Gelukkig maar. Anders had ik niet naar de training kunnen komen vanmiddag. Nee, dan had je vandaag moeten skippen. Had je moeten zeggen dat je ziek bent. Ja. We hopen natuurlijk dat jullie de serie van Portret van ook leuk vonden. Als dat zo is, doe natuurlijk even je duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En dan zien we je de volgende keer weer. Doei! Doei! Doei.